Oh, legendarische Arceus Pokémon van de Pokémons. Gun mij alsjeblieft die Oh. Ja! Het is de Arceus V-Box, jongens. Hallo mensen, Krijn hier. En vandaag is het tijd om de nieuwe Arceus V-Box te openen, jongen. De box is geopend. Oh, kom jongens, we gaan hem goed weggooien. En there you go. Ja, die is weg. De promokaart gaat gewoon meteen mee in dit stuk plastic. Dit is echt een hele mooie promokaart van Arceus, jongens. Deze Arceus V-promo heb ik ook gewoon in het Chinees. Op deze kaart zit ook nog eens een Legend Arceus logootje. Oh mijn god. Wauw. Deze kan ik echt meteen in mijn vitrine stoppen, jongens. Hier word ik nou echt heel erg blij van. We hebben gewoon een Cosmic Eclipse pakje met Palkia en Dialga op de art, jongens. Woehoe. Woep. En natuurlijk heeft deze box ook een codekaart, jongens. Deze ga ik later weggeven aan een van jullie kijkers. En daar liggen de pakjes, hoor. We gaan beginnen met Brilliant Stars. Gleem hem snel, jongens. 1, 2, 3, 4. Geef mij eens een hoedje van papier. Dan hebben we de Fracture, jongens. De evolutie van de Axew. De Café Master. Ik wil wel een drankje van jou. Hé, hey, de Gabite. Dat is de evolutie van de Kibble. Golett, die nog steeds gestalkt wordt. Dat is hier de Chimecho. Echo. Met echt een hele gave art. Chimchar, die nog steeds heel veel fruit aan het verzamelen is. Oh nee, de Spiritomb. Hij geeft mij dagmerries. De purrende kat, de Purloin. En daaronder zit... Oh mijn god, het is de Ariados character art van Brilliant Stars. Dit is een character art die ik gewoon nog niet heb gepoeld. Wat gaaf, jongens. Deze kaart heeft wel een mooi plekje verdiend. Gaan we nu alweer door naar het tweede Brilliant Stars pakje. Oh, hoehoe. De Lacoude kaart. 1, 2, 3, 4. Vuur-type energy. Hier. Oeh, nee, het is de electric type, jongens. Wanneer gaan we nou eens die energy kaarten raden? Daar is onze Barry. Dan hebben we de Clang. Maar waar is de Klink, zodat we de Klinkklank kunnen krijgen, jongens? Alweer de Gabite. Oké. Dan is daar de Corphish met de klauwen. Deze art van Magmar blijft echt heel gaaf. Alweer de Spiritomb. Dan is daar de Burmy. Ik ben echt de middelste Burmy. Impidimp. Oeh, wat? Wat? Alweer een Corphish. 3, 2, 1. Deze kaart kan heel mooi toegevoegd worden aan mijn Lucario-verzameling. En dan gaan we nu alweer door met het Chilling Rain pakje. Oeh, ja jongens. De codekaart. Liefde. Oh nee. De Old Cemetery. Dan is hier de Impact Energy. Porygon 2, die een beetje water aan het drinken is. Coole fish. Dan is daar de Heracross. En daar is de Sunnycast voor hem. Ah, de Sfeel. Wat een schattige knikker van een Pokémon is dit nou weer. De Kakuna Reverse Holo. Oh, ja, het is de Articuno V, jongens. Ik vind de Articuno echt een hele gave Pokémon. Nou jongens, het is alweer spannend, want dit is gewoon de laatste pack van de Arceus V-Box. Oeh, mijn god. Dit pakje ging echt open als boter. Nou, dan is daar de codekaart. Oeh. Weet je wat? Ik ga gewoon nog een keer electric zeggen. Ah nee, het is weer fighting, jongens. Dan zit daar onder de Lily's Full Force, jongens. Zij gebruikt haar volle power. De Tungrove. Dat is echt een van de klassiekers. Trop. De Yangmo. Oh, met echt een hele rave art. Dan hebben we de evolutie van de Teampole, de Palpitoad. Nog een keer de Sfeel. En deze keer ligt hij gewoon op zijn rug. Dan is daar de Natu. Dit doet me denken aan een van mijn vogels. Dan is daar de Flabébé, die nou niet in het bloemenveld staat. Oh nee, de Flabébé die aan het schuilen is voor de regen. We komen je helpen. En onze reverse holokaart, jongens, is gewoon de Lana's Fishing Rod. Zal het gewoon weer een ultra-rare zijn? We gaan het zien in 3, 2, 1. Oh. 3, 2, 1. Oh mijn god. Nee, dat meen je. We hebben de Oricorio GX gepoeld. Arceus heeft ons echt heel veel geluk gegeven uit deze box. Vond je het een leuke video? Like, abonneer, reageer. En dan spreek ik jullie de volgende keer. Woehoe. Gun mij alsjeblieft die... Oh mijn god.